chocolate tea, cookie swirl, chocolate tea, cookie sandwich. Hoi allemaal! Hello darkness my old friend. Zoals jullie weten, ik heb een serie Taste and Try. En daarna proef ik en... test ik dingetjes die dus bijvoorbeeld nieuw zijn ofzo. En nu zag ik dus nieuwe Ben & Jerry's maken. Ik zag, vier nieuwe smaken en eentje die volgens mij ook vrij nieuw is. In ieder geval, ik wilde liever een aparte video ervan maken, want dit is te leuk. En het ligt nu iets van 2 weken in de vriezer. En vanavond komt een vriendinnetje eten en we willen dit gewoon eten. Maar we wilden echt een first impression geven. Dus kijk, we zitten nog helemaal dicht. We hebben Half Baked. Ik weet niet wat ik heb. Sofa So Nice, One Sweet World en Switch Up. Yay! En dit is een special edition, En hier staat niks bijzonders op. Half Baked heb je volgens mij wel bij sommige supermarkten altijd, maar ik ken hem nog niet. We hadden ook de peanut butter, maar die is al op. Maar die is ook niet zo bijzonder. Goed, ze zijn best wel aan het smelten al. Laten we beginnen met de One Sweet World. Hij is nu scherp. Dit is... Coffee caramel ice cream with the swirls of marshmallow and salted caramel and chocolatey chunks. Oké, koffie caramel ijs met, oh ja, niet eens koffie. Swirls van marshmallow en gezout caramel en chocoladestukjes. Lekker, ik hoop dat het van die zout caramel is. Ja, dat is het. Salted caramel. Betekent dat gedood. Oké, heel spannend. En heel zacht, ik hou niet van zacht. Ik zie marshmallow swirl. Ja, zelf ook helemaal niet van toe. Dat is wel heel lekker. Is mijn pa lekker? Ja, oh, mijn vader vindt het dan ook wel lekker. Heel veel, het is wel de koffie yoghurt, ken je het uit Italië? Die bepaalt het af. Oh ja. Heel lekker. Het is erg goed, hè? Ja, maar eigenlijk kan je nu al weten dat elk ijs lekker gaat zijn. Een stukje puur chocola, karamel. Heel lekker, en een hè? Soort extra espresso, die keurtje erin. Karamel macchiato. Ik ben niet proef. Vet chill. Hoe vind je het fijn toegave? Want in elk ijs zit het echt tot de bodem gevuld. Oh, mijn kop was toch wel heel lelijk. Echt. Ik wil die half baked natuurlijk als laatste bewaren. Okay. Het is ook een karamel, dat is bijna hetzelfde. Ze lijken wel op elkaar. Het is ook wel een karamel. Ja, deze twee lijken echt ziek veel op elkaar, kijk maar. Maar toch wou ik ze ook even proberen. De switched up proberen? Leg me voor in het Engels. Vanilla ice cream with a chocolate tea. Cookie swirl, chocolate tea, cookie sandwich en with a chocolate tea, cookie swirl, chocolate tea, cookie sandwich en cookie dough chunks. Hey, cookie dough, lekker. Oeh, Oreo. Huh? Wow, had ik niet verwacht. Oh, heelal. Vanille ijs met chocolade koekjes swirl, saus en chocolade koekjes sandwich. Oh, dat zijn Oreos. Ik had het nu meteen in het begin al zien, hè, met mijn lepel. En cookie dough stukjes. Jeetje, dit is denk ik echt het lekkerste. Dit is gewoon Oreo cookie dough ijs. Ja, het is een soort stracciatella-achtig. Maar wat zie je? Ik zie oh, hier. Oh. Zie ik serieus de vulling van een Oreo koekje? Heel lekker of niet? Het is gewoon vanille-ijs. Misselijk maar. Maar als je het vergelijkt met die andere. Niet bijzonder zeker. Zit er veel minder smaak aan. Ja, ik denk ook dat. Oh, dit is wat, het is wat minder bijzonder. Dit lijkt denk ik, het lijkt het heel erg op de Burger King. Lijkt het heel erg op de Burger King met je weet precies wat het smaakt. Van die ijswafeltjes, buitenkant koek. En dan ja? Zeg maar, dat is precies deze smaak. Ik vind hem niet heel lekker. Nou, het is wel lekker, maar niet speciaal. Ik had dus in één hap, ik had een Oreo koekje die knapperig was. Ik had een zacht chocolade koekje en een stukje cookie dough. Daarom zat ik naar wafel. Die cookie dough, schat, dat is deeg. Dat is de smaak van wafel. Wow, heel anders dan die andere. Nu ziet het ijs er zo uit. Heel anders, hè? Ja, gewoon lekker. Maar niet, ja, dit vind jij heel lekker. Ik vind hem een beetje smaken naar de Oreo McFlurry dingen, maar dan van de Burger King. Ja. Dat heb ik al gezegd. Oh. De Sofa So Nice. Ik ben benieuwd of je er heel erg op lijkt. Flavor Exclusive. En deze dus ook. Maar ze lijken dus heel erg op elkaar. This is caramel ice cream with chocolate brownies, chocolate cookies and solid caramel swirl. Caramel ijs met chocolade brownies, chocolade koekjes en een gezouten karamel swirl saus. Nu hoor, lijkt het op die andere? Oké, jij mag eerst handen. Ik hou niet zo, soms heb ik maar zin in ijs. Dit is echt het lekkerste ijs op de wereld. Nou, trouwens, waar ik heb gekocht, de helft komt van AH
Weesp en de andere komt van AH Max is. Wat zit er allemaal op? Is het saus? Het is een brownie. Dat is gewoon echt een mega brownie. Zit hier brownie? Het is geen brownie. Het is ook een soort... Ja, chocolate brownies. Oh wel? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, het smaakt naar chocoladebiscuit of zo. Ik ga ook een stukje pakken. Wow, dit is echt een dikke saus. Ik weet niet of ik nou... Oh, ik heb saus. Jij hebt brownie. Een toffee. Ja. Nee, maar hier staat toffee. Nee, dat is een caramel swirl. Net zo uit? Nee. Zie je de swirl? Maar het smaakt ook weer een beetje koekerig, vind je niet? Het ijs. Oreo-achtig. Deze vind ik heel lekker. Ja, dat is wel lekker. Wat is je favoriet op nu? Die eerste. Oh ja? Ja. Maar wat is nou... Er zit wel verschil duidelijk in. Want het verschil is dat hier dus hele grote brownies zitten. Dus dit is wat... Ik kan het goed uitleggen. Dit is wat meer sticky. Smeuig. Je hebt smeuige zachte stukken. Ja. En daar heb je meer bite. Ja, die koek is ook zacht. Nu heb ik geen koek in. Jawel. Er is wel koek in. Die. Die. Dus chocolate brownie en chocolate cookie. Oh ja. Zie je chocolate cookie? Die. Oh, is het brownie, cookie en swirl. Oh, nog even laten zien hoe je het nu hebt. Wow. Die is dus niet zo bijzonder, maar ik wou hem toch kopen. Bij ons heb ik hem nog wel nooit gezien. Ik heb deze gekocht in... Waar? Bij de Koop. Dit is half baked. Het is half cookie dough. Mag ik het voorlezen? Vind ik leuk. Chocolate and vanilla ice cream with fudge brownies and chunks of chocolate chip cookie dough. Chocolade en vanille ijs with fudge brownies. Het is zeg maar chocolate... het is zeg maar nooit fudge brownie? Nou ja, die ene fudge brownie en cookie dough door elkaar. Ik ben benieuwd of het dus door de helft zit of dat het gemixt is. Op een gegeven moment kwam Ben & Jerry dus met nieuwe smaken. Dat waren die core. Weet je wel, met die saus. Die vinden wij heel vies, hè? Het zijn maar wietsaus. Is die Griekse? Ja. Nee, je weet toch die waar zo in het midden een soort saus zit? Een hele stapelsaus. Ja. Oh, wij noemen dat wietsaus. Ja, het is half-half. Denk ik. Ziet eruit of net als dit duo vandaag? Zit hier een stuk in? Ja, dat deze heel saai is. Het cookie dough is eigenlijk ook heel saai. Echt gesmolten al. Normaal eet ik ijsappels heel hard. Nou, heb je iets bijzonders in je mond? Oh, hier zit een stukje brownie. Heb je cookie? Cookie dough? Maar cookie dough ijs is toch helemaal niet zo wit? Deze is heel lekker. Nou, ik zie geen cookie dough. Eet jij maar terug. Wat is? Dit, eerlijk gezegd, het is gewoon die cookie dough die je al hebt, maar dan met chocoladeijs. Eet jij eens? Maar ik hou heel veel cookie dough. Maar ik proef geen cookie dough. Ja, maar ik heb een heel groot brok. Echt een stukje koekje. Precies hetzelfde als een cookie dough. Ja, precies hetzelfde. Ik had wel een stuk brownie. Dat was stom. Dat moet met deze camera. Koekje? Of brownie? Ja. Oké, okay, nu is het spannende moment. Nou, het is heel duidelijk, zeg maar, dat... Deze twee zijn echt chocolade-ijs. Romig, dit is allebei vanille-chocola. Eigenlijk hebben we een beetje smaak gekozen die erop gelijken. Dit is allebei vanille-chocola. En dit is allebei karamel. Alleen dit is karamel-koffie. Dus dat is het verschil. Maar ik nu, als ik nu ijs zou eten, zou mijn lievelings, denk ik, die met alleen karamel zijn. Zo gaat zijn ijs. Koffie heb ik niet al. Hier zou ik niet de hele pot van liggen. Koffie. Was het de eerste die je proefde? Ja. Grappig, is koffie dan jouw favoriet? Ja, ik weet niet. Toch wel, want hier zit gewoon alles in. Dit is heel nou, compleet. Wat is zeg maar, je moet eigenlijk zeggen, welke vind je zeg maar, het leukst qua hoeveel erin zit of zo? Er zit overal eigenlijk heel veel in. Ja, maar die half-baked zit echt veel minder in. Nee, maar ik hou heel veel koffie dan. Ja, maar hier zit echt heel veel in. En hier ook. Dus deze zijn echt goed gevuld. En ik eet eigenlijk Ben & Jerry's omdat er zoveel in zit. Dat vind ik echt super chill. Ik zou voor deze gaan. What's Food World. Ja. En dan voor die half-baked. Maar ze zijn allemaal fucking lekker. Maar eerlijk gezegd, we hebben er niet hele verschillende. Eigenlijk lijkt het allemaal een beetje. Jammer, maar het zijn wel allemaal nieuwe dingen. Ja. Maar ze zijn niet proportioneel ofzo. Het is meer dat ze gewoon dingen, bestaande dingen, al samengevoegd hebben. Ik denk ook misschien dat sommigen deze gewoon ook kennen. Half-baked en switch-up. Maar bij ons, ik heb echt nooit dat soort smaak gezien. Oké, maar het is wel leuk. Nu mogen we eindelijk de Ben & Jerry's eten. Want nu zijn ze open. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Ja, doe zeker. Duimpjes omhoog. Ja, dat helpt mij. Abonneer. Kijk hier. Hier voor de vorige video en hier om te abonneren. En hier voor de afspeellijst proefrij. En hier voor... Weet niet, wat zit er aan? Hier aanbevolen wat de computer voor jou aanraadt. Echt? Ja. Oh, oké. Okay. Goed, dus zeker duimpjes omhoog, want dat helpt ons, mij heel erg. Dat is goed voor mijn kanaal. En inderdaad, vergeet niet te abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken. En hoop ik tot de volgende weekend video. Dat zal vast wel weer een beauty of fashion video zijn. Ga je weer dat doen? Moet, dat is de afsluiting. Oké. Okay. Doei! Doei!